Wat doet de rechter met wildplasboete? De 23-jarige Geert de Binning had hoge nood na een avondje stappen in Amsterdam. En ze stond voor de keuze of in de broek of op straat. Ze koos voor het laatste en dat leverde haar een bekeuring op van 140 euro. Niet eerlijk, vindt Binning, want er zijn veel meer toiletten voor mannen dan voor vrouwen. En dus stapte ze naar de rechter. Ik heb nu een straf opgelegd gekregen van 90 euro. Of ik mag een dag in hechtenis. Dus dat, En wat wordt het? Daar ga ik nog even over nadenken. De rechter zei dat ik maar in een mannenkrul had moeten plassen. Maar dat is natuurlijk niet het juiste argument wat ik wil horen. Het doel was eigenlijk om veel publiciteit te genereren om het feit dat er geen toiletten zijn voor vrouwen. En volgens mij is dat behoorlijk gelukt. Ik had niet verwacht dat er zoveel media zou zijn, maar ik ben blij dat het er is, want het geeft wel aan hoeveel of hoe groot het probleem is. Je moet waarschijnlijk de boete gewoon betalen. Houdt het daarbij op? Ik ben bezig met een plan voor de gemeente en dat wordt vervolgd. Heeft de gemeente al gehoor gegeven? Nee, de gemeente heb ik nog niks van gehoord. Ik word nog van het kastje naar de muur gestuurd. En de wethouder waar ik een brief aan heb gestuurd, heeft nog niet gereageerd. Dus ik hoop dat ze misschien morgen op de lijn komen. Ja, nou, Binning had dus hoge nood. Ze kan nu in hoger beroep. Maar ze weet nog niet of ze dat ook gaat doen.